Het driedaagse festival Woodstock aan de Waal had tijdens het Lustrumfeest, het was de 5e editie, dit keer het weer mee. Door dat mooie weer kwamen veel bezoekers op het kleine broertje van Appelpop af. Het festivalterrein, dat voorheen stond opgesteld bij het Paardenwater, maar door de bouwwerkzaamheden aan de Westluidense Poort verhuisd is naar de Waalkade, straalde een relaxte en ongedwongen sfeer uit. Het publiek, van oude hippies, jeugd en gezinnen met kleine kinderen, die deden zich te goed aan de zon en de optredens. In een tent waren aan weerszijden twee podia gebouwd waar bandjes afwisselend van elkaar speelden. Op de zondag van het festival aan de Waal waren het Betuwse bandjes die daar optraden. Over de 3 dagen verspreid zijn er enkele duizenden bezoekers geweest.